In deze film wat uitleg over bestandsformaten nadat ik de vraag tegenkwam op internet. En in mijn ogen zijn er eigenlijk maar vier bestandsformaten waarmee je uh, moet werken. Je kunt natuurlijk ook met andere formaten werken, maar ik ga even uit van wat ik zelf denk. En het eerste bestandsformaat wat ik met je door wil nemen, dat is PSD. En als ik bijvoorbeeld een foto open, en ik ga aan die foto een paar hele kleine dingetjes doen. Ik maak hem bijvoorbeeld een klein beetje lichter en ik gooi er een filtertje over met een volle kleur. Een beetje bruinige getint. En die zet ik op zwak licht. En ik maak tot slotverrekening nog even een tekstlaag. Waar zit het tekstgereedschap? Daar. En ik type heel eenvoudig koe. En over die laag leg ik nog een slagschaduw. Nu heb ik dus in deze foto verschillende dingen. Ik heb de oorspronkelijke foto daaroverheen, dus een curve die hem iets lichter maakt. En nog een aanpassingslaag, kleurenvulling. En een tekstlaag met een slagschaduw eronder. Dit ligt dus allemaal boven op de foto. Maar als ik nou de foto af wil sluiten, wil ik dit wel bewaren. En dat kun je doen in bijvoorbeeld het eigen Photoshop-formaat PSD. Dus ik ga boven bij bestand. Kiezen voor opslaan als. En ik laat hem in dit geval Q3 heten. Maar het formaat wat je dus kiest, dat is Photoshop. En dat vind je in dit geval altijd bovenaan. En als je hem nou opslaat, krijgt hij een PSD-extensie. In dit geval bestaat hij al, dus ik vervang hem gewoon en ik sluit hem eventjes af. Ga ik dan terug naar Bridge, dan zie ik eigenlijk gewoon al in de voorvertoning dat die dingen al toegepast zijn. En als ik hem nou weer open in Photoshop, dan zijn die lagen ook gewoon behouden. En dat is op zich heel fraai, want zo kun je met PSD-formaten dus aan een foto werken. En als je halverwege denkt van ja, ik ben nog niet klaar, maar ik, eh, ik, ik moet wel even boodschappen gaan doen of zo. Of uh, het wordt later op de avond, dan kun je het afsluiten in een PSD-formaat en blijf je dus al je bewerkingen behouden. Want ik kan gewoon heel simpel zeggen: van nou, die curve en die kleurenvulling, die kunnen wel uit. En als je hem nu opslaat, dan staan die lagen dus ook gewoon uit. Je kunt ze ook echt weggooien, maar voor hetzelfde geld denk je later: van hé, hey, ik wil ze nog een keer aan hebben. Dus het PSD-formaat is een mooi formaat om dingen op te slaan met alle lagen daar nog boven. En daarnaast heb je eigenlijk gewoon geen kwaliteitsverlies bij het opslaan. Ook belangrijk om te weten. Wat is het nadeel van het PSD-formaat? Je moet echt gewoon specifieke software hebben om het te openen. Photoshop is natuurlijk gewoon bij uitstek het uh, programma daarvoor. Maar ook andere bewerkingsprogramma's kunnen vaak wel PSD-formaten openen. Gaan we door naar het tweede formaat. En dat tweede formaat dat is TIFF. En TIFF schrijf je met vier letters. T-I-F-F. -F. En TIF is een formaat wat ook lager aan kan. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van nou bestand opslaan als. En ik kies het TIF-formaat. En ik druk op opslaan. Dan krijg ik dit venstertje voor mijn neus. Nou, je hebt daarin uh, een compressie die je in de afbeelding kunt leggen. LZW is een aardig alternatief. Of je doet geen compressie. Maar blijf in ieder geval even van ZIP en JPEG af. LZW is een compressie met eigenlijk nagenoeg geen kwaliteitsverlies en laat de dingen in de rechterhelft vooralsnog gewoon even met rust, zou ik zeggen. Ik klik op OK. Nou, omdat je meerdere lagen hebt, wordt het bestand wel groter. Je drukt op OK en in dit geval sluit ik hem. In bridge heb ik nu een Q3 PSD en een Q3 TIFF. De PSD is 22,63 MB en de TIFF is een klein tikkeltje groter met 23 MB. Maar ook hier zitten dus gewoon de lagen nog in. Wanneer kies je hiervoor? In mijn ogen eigenlijk nooit. Wanneer gebruik je wel TIFF? Nou, als je alle lagen gewoon is verenigt en ik kies nou voor bestand opslaan als en ik pak Q3 TIFF en ja die wil ik vervangen. Nou, wederom geen compressie en als ik hem dan opgeslagen heb, dan heb ik in Bridge dus een foto van 11,95 MB, maar met eigenlijk gewoon geen verlies van kwaliteit. Dat heb je bij een JPEG namelijk wel, ga ik je straks ook laten zien. Maar je hebt dus nu een foto van de koe met al je dingen toegepast tot één laag en uh, geen kwaliteitsverlies. En dit is bijvoorbeeld zoals een drukker of een uh, fotocentrale het graag aangeleverd krijgt om prints van te maken. Is er een derde bestand en dat heet PNG? Ga ik aan de hand even van deze foto uitleggen. Stel dat je bij deze foto de achtergrond weghaalt. Ik selecteer gewoon heel eenvoudig, even snel het onderwerp. Keer de selectie om, druk op delete en de achtergrond is weg. Nu kan ik deze foto opslaan als een PNG-bestand. En het voordeel van dat PNG-bestand is dat die transparantie die erachter zit, dat die gewoon behouden blijft. Verschillende opties. Nou, ik ga voor een grote bestandsgrootte, want dat boeit me niet zozeer. Maar zou het voor een website zijn, zou je voor klein kunnen kiezen. En je ziet hem een bridge erbij komen. En de foto heeft nog steeds die transparantie eromheen. Als ik er bijvoorbeeld een volle kleur achter zet. Hij is niet zo heel mooi uitgesneden, zie je wel. Maar in ieder geval, de foto heeft een bepaalde transparantie. En die blijft gewoon behouden in het bestandsformaat. En dan tot slot JPEG. Want dat is eigenlijk gewoon het meest gebruikte formaat. En wanneer je de foto wil uploaden naar social media zoals Facebook, Instagram, Twitter. Of je wil ermee aan de slag op, uh, op fotogroepen of. Websites over fotografie, dan is JPEG eigenlijk wel gewoon het meest gebruikte bestandsformaat. En als je hem opslaat als JPEG, heb je verschillende opties. Ik hou de naam gewoon even bergen 2. Je hebt om te beginnen de kwaliteitsoptie. Want JPEG is een formaat waarin altijd een beetje gecomprimeerd wordt en je kunt instellen hoeveel compressie je wil. 0, dan heb je heel veel compressie en bij een groot bestand, 12, dan heb je weinig compressie. Mijn advies is: houd dit eigenlijk gewoon op 11 of 12, dan heb je het minste kwaliteitsverlies. En ik druk even op oké OK, en ik ga terug naar Bridge. En ik laat er even alle JPEG-bestanden zien. Dat zijn er in dit geval 4, want ik heb hem al een paar keer opgeslagen. Het nadeel van die compressie, dat is namelijk als je nu de foto opent. Dan is dit al een opgeslagen versie met een klein beetje compressie. En als je dit heel veel keer op gaat slaan, dan ga je dat uiteindelijk ook gewoon zien in de foto. Laat ik even 50 en 100 keer opgeslagen erbij pakken. Deze versie is dus de variant waarin die maar één keer is opgeslagen. Ik weet niet meer of we nou 11 of 12 hadden, maar dat maakt even niet uit. Maar ik heb hem daar straks uh, nog verschillende keren opgeslagen. Dit is de foto dezelfde foto na 50 keer opslaan en je ziet in de lucht dat daar allemaal spikkeltjes ontstaan en ook in het water en dat maakt hem dus niet fraaier en als hij in totaal 100 keer opgeslagen is dan heeft hij zelfs dit effect en dat maakt de foto eigenlijk gewoon niet bruikbaar dus gebruik een jpeg als een eindproduct een jpeg is bijna op ieder apparaat te openen heel veel programma's en apps kunnen de foto's gewoon inlezen maar Werk dus gewoon in een formaat zoals TIFF of als PSD en sla hem uiteindelijk als JPEG op. Doe dat gewoon als allerlaatste stap. Want als je iedere keer de JPEG opent, je bewerkt hem een klein beetje, je slaat hem weer op. Een dag later ga je weer verder. Op een gegeven moment zit je dus na 50 keer opslaan op deze kwaliteit. En dat wil je eigenlijk gewoon niet. Je wil gewoon netjes deze kwaliteit op je internet zetten. Tot slot som ik het nog even één keer op. En ik hoop dat je een klein beetje begrepen hebt wat er mogelijk is met verschillende bestandsformaten. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei-doei.